Snelle bewegingen met armen en benen op ritmische muziek zijn het toonbeeld van de capoeira. Een Braziliaanse sport waar Veneza bij Grupo Capoeira Brasil in Tilburg les in heeft. Capoeira is zeker het liefste van mij. Waarom? Ik doe dit al 8 jaar. 10, 6, 6. Capoeira is een Braziliaanse dansgevechtsport, welke 200 jaar geleden is ontstaan in de tijd van de slaven. De slaven mochten geen gevechtsport beoefenen op de plantages en daarom hebben ze het gecamoufleerd in een dans. Bij mij is het ontstaan door mijn familie. Mijn neef deed al een capoeira, 3 jaar voordat ik zelf begon. Nou goed, en ik ben met hem meegegaan naar de training. Ginga, doei! Ik heb gekeken en toen had ik zoiets van, ik zal het eens proberen. Ja, en eenmaal begonnen en ben ik nooit meer vanaf gekomen. Capoeira was verboden tot 1936 en daarom werden er schuilnamen gegeven aan mensen die toch aan capoeira deden. Tot vandaag de dag is die traditie gebleven en iedereen krijgt een schuilnaam. Het kan ook een sarcastisch naampje zijn. En deze naam krijg je van je docent. Mijn eigen naam is Veneza. Dat komt omdat ik uit Venezuela kom. Mijn leraar kon altijd moeilijk mijn naam onthouden. En toen normaal te Venezuela en uiteindelijk is het afgekocht naar Veneza. En als je docent even geen inspiratie meer heeft voor een nieuwe schuilnaam? Goed, en dan wacht hij gewoon een jaartje langer op. Joga bola, jogador, joga bola, corocondo. Joga bola, jogador, joga bola, corocondo. Naast het vechten, dansen en muziek maken, vormt het groepsgevoel ook een belangrijk onderdeel binnen de capoeira. Je bent natuurlijk samen als team ga je op reis, ga je festivals bezoeken. Of je gaat een keer bij elkaar thuis lekker instrumentlesjes houden.